Tom van Bremen staat tegenover mij een uitermate tevreden trainer. Dat kan je wel zeggen. Ja, als je 3-1 wint, dan ben je altijd tevreden. Geen moment in problemen geweest eigenlijk vandaag, hè? Nee, het enige wat we ons een klein beetje ons kwalijk kunnen nemen, dat we die tegenkool krijgen. En we hadden misschien nog 1 of 2 bij moeten schieten, dat we wat zorgvuldiger hadden geweest. Maar ik ben uitermate tevreden. Wat je bij Excelsior Maassluis vaak zag in de afgelopen weken, was dat ze een hele snelle tegentreffer kregen. Dat speelde ook wel echt een rol bij die ploeg. Hebben jullie daar vooraf ook nog met elkaar op gezin speeld? Ja, dat hebben we op gezin speeld, want die eerste goal viel ook vrij snel. Dus we hadden ook al afgesproken om daar op in te gaan. En veel druk vooruit gezet en de beloning was daar. Waar lag in jouw ogen vandaag de sleutel? Waarom waren jullie zo nadrukkelijk ook de bovenliggende partij? Ik denk dat wij het verdedigend zeer goed gedaan hebben. Dat mijn sluis heel moeilijk gemaakt hebben om om te bouwen en te kunnen voetballen. Want het is wel een voetballende ploeg. Ik denk dat daar een beetje de sleutel lag. Waar we continu voor zorgen dat hun een lange bal moesten gaan spelen. Op Vink natuurlijk uiteraard. En dan daarop reageren. De tweede bal was regelmatig voor ons. Dus goed perfect uitgevoerd. Ja. Dan kom je snel op voorsprong en voel je eigenlijk volgens mij ook op de bank dat het goed zit. Nou, dat voel ik nooit hoor. Behalve als je misschien 5-6 naar voren staat en het is nog een paar minuten spelen. Maar je weet altijd, kijk, 3-1 valt ook zomaar weer en dat is er toch nog een aantal minuten te spelen. Dus dan is een tegenstander elkaar weer geloofd. Het is pas zeker als het wedstrijd gespeeld is, vind ik altijd. Had je het idee dat jullie ook dan nog een beetje zenuwachtig werden van die aansluitingstreffen? Nee, ik word daar niet zenuwachtig van. Alleen er kan dan op een gegeven moment angst in een ploeg in sluipen. Dat je zo'n goal en als ze dan weer in een situatie van waar ze ook weer kunnen scoren, wordt het zomaar weer 3-2. Dus dat is voetbal natuurlijk. Je moet altijd waakzaam blijven. Ja, dan blijven jullie winnen voor de 3e keer op rij. Er werden al foto's gemaakt van teletext, zag ik net. Ja, het schijnt hier dat je na 3 wedstrijden nog nooit bovenaan hebt gestaan. Dus ik weet niet, maar dat zegt me allemaal niks. Er zijn 3 wedstrijden onderweg en er zijn er nog 27. Dus dat zegt me allemaal niks. We zijn op de goede weg en we moeten proberen meer punten te halen dan vorig jaar. En dan zien we wel waar we eindigen. Ben je misschien ook wel op een bijzondere reden zo voorzichtig, omdat vorig seizoen het ook prima ging in het begin bij Capelle en daarna toch een groot verval kwam? Nee, maar het kan altijd een verval komen. Je krijgt eigenlijk op een gegeven moment, al die ploegen krijgen daar last van, blessures en het ligt aan hoe breed je selectie is en wat de kwaliteit daarna nummer 12 tot nummer 20 in gaat vullen. Dus je moet altijd zorgen dat je zoveel mogelijk punten in het begin haalt en dan op een gegeven moment kijken na de winst op waar je ook voor kan gaan spelen. Ja. Hebben jullie trouwens vooraf met elkaar een duidelijke doelstelling geformuleerd wat dat betreft? Nee, ja, de doelstelling is, vorig jaar hebben we 38 punten gehaald en nu gaan we proberen erboven te komen. En hoeveel punten dat worden, ik hoop zoveel mogelijk. Kan je er alvast maar 9 binnen hebben? We kunnen er maar alvast 9 vast binnen hebben, dat is mooi.